In oktober hoorden we van de provincie dat de randweg Boekel geen prioriteit had. De randweg Boekel lijkt er voorlopig niet te komen. Komomleidingen in Haps, Oudenbosch en Zundert hadden voor de gedeputeerde staten een hogere prioriteit. In het Brabantse bestuursakkoord was afgesproken dat de drie grootste komproblemen in Brabant tussen 2012 en 2018 zouden worden aangepakt. Als de provinciale staten het voorstel van de provincie steunt, moeten 5 gemeenten in de wachtkamer plaatsnemen, waaronder Boekel, Gemert en Erp. In een eerste reactie zegt de Boekelse wethouder Ter van der Loo zwaar teleurgesteld te zijn en dit komt als een donderslag bij heldere hemel. We zijn er altijd van uitgegaan dat we bij de eerste 3 zouden komen. Zaterdag 1 oktober werd in Sporthal de Burg de eerste Boekelse spinningmarathon voor het goede doel, namelijk Cycle for Memo, georganiseerd. Na de openingsspinning door Boekelse prominenten, waaronder onder andere de beide wethouders en oud-burgemeester Driek van der Vondenvoort, konden de echte marathonspinners beginnen. 5 uur van fietsen en afzien was begonnen. Onder opzwepende muziek en prachtige sfeerbeelden op het scherm wisten de deelnemers toch maar mooi 2538,60 euro bij elkaar te fietsen voor de zorgboerderij. Later in die middag overhandigde Leontien Zeilaar van Moorsel de cheque aan de mensen achter Memo, Ellie Tielemans en Cindy Kroef. Een leuk en sportief evenement. Nu kunnen ze hun timmerwerkplaats gaan inrichten. Zaterdag 1 oktober, de vereniging HABO, zoals HABO 95 voorheen heette, is voortgekomen uit de KPJ Boekel. In september 1986 gaf een herenteam van de KPJ zich op voor deelname aan de competitie bij de officiële handbalbond. Als naam werd HABO gekozen, wat staat voor Handbalvereniging Boekel. Hiermee was de oprichting van HABO een feit. Na de fusie met diezelfde KPJ in 1995 is de naam HABO 95 ontstaan. Nu, inmiddels 25 jaar verder, het jubileumjaar, was het tijd voor een feestje. Deze zaterdag 1 oktober waren er de hele dag festiviteiten en iedereen was uitgenodigd, leden, vrijwilligers, oudleden en supporters en de hele dag met, door, voor en in samenwerking met alles wat handbal is of wordt. Proficiat, HABO! Dinsdag 11 oktober vierde de katholieke vrouwenorganisatie afdeling Boekel hun 75-jarig jubileum. Ze begonnen die avond met de feestelijke jubileumviering in de kerk, vooraf gegaan door oud-Boekelse kapelaan en missionaris in ruste Theo Snijders. En muzikaal ondersteund door een eigen KVO-koor. De feestavond werd voorgezet in Neerdome met een terugblik en mooie herinneringen. Een ware stortbui van zilveren speltjes viel de aanwezige jubilerende leden ten deel voor hun 25 jaar en zelfs 75-jarig lidmaatschap. Hoewel het katholiek naar de achtergrond is verdwenen en de KVO alleen nog maar als merknaam wordt gebruikt, is en blijft het een krachtige vrouwenorganisatie. De club staat namelijk bol van vrijwilligers. Overal kom je ze tegen op maatschappelijk en pastoraal vlak in Boekel. De feestavond werd besloten met het optreden van de zanggroep De Chanellekes. Nogmaals proficiat, jubilerende vrouwenorganisatie. Ook maakte het college van burgemeester en wethouders bekend een ingrijpend besluit te hebben genomen om mogelijk ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied tegen te gaan. Door een aanhoudend besluit in te stellen in het kader van de wet Geurhinder en Veehouderij, WGV. Deze wet heeft betrekking op de geurhinder vanwege de dierenverblijven, dus hoeveel geur en stank mag een veehouderij veroorzaken. Het college gaat verder onderzoek doen, maar naar een meer flexibele en plaatsgebonden geurnormering in Boekel. Afdeling ZLTO Boekel is helemaal niet blij met dit besluit en voelt zich overvallen door deze tijdelijke bevriezing van de behandeling op dit gebied van de milieu- en vergunningaanvraag. Dinsdag 18 oktober werd door het college van BNW een nieuwe standplaatsenbeleid vastgesteld. Het wordt voor ondernemers aantrekkelijker om een wekelijkse standplaats in te huren op Sint-Jozefplein in Venhorst. Het Boekelse college heeft besloten om de leges nu ongeveer 800 euro per jaar te halveren. Per dagdeel hoeft er bovendien maar 1 keer een vergoeding betaald te worden, ongeacht het aantal standplaatshouders. Dus hoe meer marktkooplieden, hoe lager de kosten. Dit voordeel geldt alleen voor Venhorst. In de kern van Boekel gaan de leges van de standplaatshouders niet omlaag. Beter een half ei als een lege dop, moet het college gedacht hebben. 18, 19, 20 en 21 oktober waren de kinderen van basisschool Octopus de deelnemertjes van het tv-programma De Schatkamer van RTL 8. Op 4 achtereenvolgende dagen was te zien hoe verschillende teams van de groepen 7 tegen een andere school streden. De kinderen waren erg enthousiast.
na hun opdrachten in de studio en de Efteling. Ze hebben er in elk geval van genoten en natuurlijk heel bijzonder dat ze eens een kijkje hebben kunnen nemen achter de schermen van het tv maken. In navolging van vorige jaren stralen ook dit jaar weer de sterren van de Wensboom op de Molenberg in Boekel. De Wensboom is een initiatief voor kinderen tot en met 16 jaar. Zij mogen elk najaar een wens indienen. Deze wensen worden via de website www.dewensboom.nl en in de mailingslijst onder de aandacht van een breder publiek gebracht. Er zijn steeds meer mensen die graag een kinderwens willen vervullen. Vrijdag 11 november, op deze unieke carnavalsdatum, kozen de carnavalsvereniging De Peeltuters in gemeenschapshuis De Horst te Venhorst hun nieuwe prins en prinses. Uit de grote, mooie nieuwe trom kwam om 11:11 zijn doorslustige hoogheid prins Michiel I en zijn prinses Linda tevoorschijn. Prins Michiel is in het dagelijks leven monteur bij Gabriels Airsis in Veghel en plaatst voor dat bedrijf luchtwassers door geheel Nederland. In hun vrije tijd speelt het prinsenpaar allebei in het dweilorkest ook mooi, dus het carnavalvieren is hun niet vreemd. Zondag 13 november, zie ginds komt de stoomboot. Ja hoor, de dag na zijn aankomst in Nederland deed Sinterklaas Boekelaan met zijn trouwe schimmel Amerigo. Samen met zijn zwarte Pieter trok hij door de Boekelse straten om alle kindertjes de hand te drukken. Op het Sint-Achterplein werd de goedheilig man verwelkomd door onze burgemeester Pierre Bos en het gemeentebestuur, gadegeslagen door de Boekelse jeugd natuurlijk. Na deze hartverwarmende verwelkoming van de Sint zette de toet onder muzikale klanken van Harmonie Eendracht Maakt Macht, geflankeerd door de zwarte Pieten, zich in beweging voor een bezoek aan Zorgpark Sint-Petrus. In het trefpunt mochten de allerkleinsten die nog niet naar school gingen Sint-Nicolaas hun handje schudden en kregen ze een heerlijke snoepzak. Ook de bewoners van Sint-Petrus genoten zichtbaar met de kleintjes mee. 15 november. De vier bestuursleden van Stichting Gemeenschapshuis Venhorst hebben na een ad interim periode aangegeven definitief terug te treden als bestuur van De Horst. Om het gemeenschapshuis beschikbaar en toegankelijk te houden voor de gemeenschap Venhorst neemt de gemeente Boekel voorlopig de bestuurstaken over. De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe invulling voor het stichtingsbestuur van De Horst. Zaterdag 19 november werd onder grote publieke belangstelling de bijzondere woonvorm Doe Maar Gewoon geopend. Samen met burgemeester Pierre Bos onthulde Jan Meesenberg en Fien Bevers van Delst een prachtige houten bank. Honderden belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om tijdens de open dag een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw. Het unieke project Doe Maar Gewoon, gelegen op het terrein van Zorgpark Sint-Petrus, omvat 12 appartementen verdeeld over 2 bouwlagen, ieder met een gezamenlijke keuken en huiskamer. De bewoners, waarvan één van de partners demonterend of in elk geval lullenbehoefend zijn, kunnen gebruik maken van de zorg van Brabantzorg, door waar nodig hulp en ondersteuning te bieden. Deze unieke woonvorm haalde trouwens heel de Nederlandse pers. Toch ook een meevaller voor de gemeente op het einde van het jaar. Het Boekels College verwacht namelijk met een positief resultaat 2011 van €168.000 af te kunnen sluiten. Aanvankelijk dacht het college het boekjaar met een negatief resultaat van bijna 3 ton af te moeten sluiten. Maar naarmate het jaar vorderde, veranderde het beeld. Door strakker budgetbeheer en daardoor meer zicht op de eigen inkomsten en uitgaven, konden ze realistischer begroten. Glasvezel voor heel Boekel in de maak. Sinds juni van dit jaar is de Stichting Boekelnet actief om te komen tot de aanleg van een gemeentedekkend glasvezelnet. De Stichting Boekelnet werkt aan een glasvezelnet dat ook het hele buitengebied en het bedrijventerrein tegen normale particuliere tarieven aansluit. Een belangrijk punt hierbij is ook dat men streeft naar een echt open netwerk waarop lokale partijen zoals de Blok, maar ook de verenigingen en bedrijven hun diensten gratis kunnen aanbieden. Donderdag 1 december is met inzet van een grote groep vrijwilligers begonnen met de aanleg van een speeltuin aan de Lage Schoentse. Het braakliggende terrein, dat grenst aan de Pinksterbloem, de Gausbloem en de Sleutelbloem, krijgt hiermee zijn definitieve invulling. De planning is om voor het eind van het jaar het terrein speelklaar te hebben. Het pronkstuk van de speeltuin wordt ongetwijfeld de kabelbaan. Zaterdag 10 december werd vanuit een groep spontane Boekelnaren een benefietconcert voor de Boekelse lokale omroep georganiseerd in Neodomo.
Doordat de gemeente in haar subsidiebeleid ook de lokale omroep niet heeft ontzien, stak de organisatie van dit benefietconcert de vrijwilligers van de blok een financieel hart onder de riem. Een keur aan bandjes straalde die avond voor het voetlicht en natuurlijk gadegeslagen en vastgelegd door de cameramensen van de blok. En natuurlijk chapeau van ons allemaal voor de organisatie. Vrijdag 16 december zou aanvankelijk het kerstpleinfeest georganiseerd worden met koor Imemato en Doremi. Maar door de slechte weersvoorspelling, regen en wind, was deze helaas afgelast. Zondag 18 december, tijdens een bijeenkomst van Motorsportorganisatie Nederland in Niadomo, werd de al 16 jaar bestuurslid van Motorclub Boekel, Peter van Uden, verrast door burgemeester Pierre Bos, die hem namens Hare Majesteit mocht benoemen als lid in de Orde van Oranje Nassau. De laatste jaren heeft hij zich enorm ingezet voor het behoud van het crosstrein aan de Bezuidenhout, en met succes. Hij wordt alom geprezen om zijn niet afladende inzet voor de club en de motorsport in het algemeen. Proficiat, Peter. Het jaar zit er bijna op. Het kerstfeest is in aantocht. Het feest van de vrede. Maar helaas, er is anno 2011 nog steeds geen vrede in de wereld. Denk maar eens aan de bloedige machtswisselingen afgelopen jaar in de landen rondom de Middellandse Zee. Het jaar 2011 zit erop een jaar van inleveren. Minder subsidie in ons eigen dorp voor alle verenigingen. Financiële crisis in diverse Europese landen en zelfs de euro in opspraak. Steeds meer voelen wij dat de tering naar de nering gezet zal moeten worden. Maar laten we positief blijven, elkaar helpen en steunen, ook als het wat minder gaat. Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. Bestuur en alle blokmedewerkers wensen u, onze kijkers, een zalig en een gelukkig kerstfeest en een gezond 2012. En natuurlijk zijn we ontzettend blij met uw onmisbare steun en dat u met z'n allen blijft kijken naar onze eigen Boekelse lokale televisieuitzendingen in 2012. Goedendag beste kijkers, we hebben vandaag de trekking van de loterij van de blok. Ieder jaar doen wij een donateursactie en ook dit jaar kunnen wij zeggen dat wij verheugd zijn met het aantal deelnemers van de donateursactie. Iedereen die bijgedragen heeft aan deze actie doet mee aan de loterij waar wij 3 mooie prijzen hebben te vergeven. En naast mij staat de secretaris van de blok en die zal vandaag de trekking verrichten. Jan als eerste. Goed tot erin. En de derde prijs is voor de heer GLCM van den Bos, Kastanjes 12 in Boekel. En hij heeft gewonnen een keukenmachine. Wel gefeliciteerd met deze prijs. Gaan we over naar de trekking van de tweede prijs. De tweede prijs, een hele mooie digitale camera, is gewonnen door CTG Lenen. Staat voor de verdere rest helemaal niets op. Oh, dat klopt. Dat klopt. Gaan we over tot de trekking van de hoofdprijs in retro radio van Teac. En die prijs is gewonnen door de familie Brands Veenpluis 21 te Boekel. Wel gefeliciteerd met deze mooie prijs. Hij komt naar u toe.